In Bourgondië, op zo'n 750 kilometer van Utrecht, vindt u ons vakantiehuis met de toepasselijke naam L'Oiseau, de vogel. Ons huis ligt midden in het natuurgebied de Morvan, in een klein, zeer rustig gehuchtje Montpensier. Het huis biedt een comfortabel onderdak aan 4 personen. Ook voor kinderen zijn voorzieningen, zoals een kinderbed, aanwezig. Vanuit de ruime woonkamer geniet u van een fraai uitzicht op Montpensier en de omringende bossen. Bij wat koeler weer geeft de houtkachel u de heerlijke warmte van een knapperend houtvuur. Het huis is geheel gerenoveerd. U hebt de beschikking over een moderne badkamer en boven treft u twee modern ingerichte slaapkamers waar u 's nachts kunt genieten van de indrukwekkende sterrenhemel en van uw welverdiende rust. De tuin is terrasvormig aangelegd. U vindt altijd een plaats in zon of schaduw. De nieuwe lounge set geeft u een ontspannen buitengevoel. 'S Avonds kunt u gebruik maken van de tuinkachel en natuurlijk van de barbecue. De Morvan biedt zeer veel sportieve mogelijkheden. Op en langs de grote meren is het mogelijk diverse watersporten uit te oefenen, zoals zwemmen, zeilen, kanoën, waterfietsen of waterskiën. En natuurlijk de hengelsport. Vissen op karper en snoekbaars is zeer populair. Maar er zijn ook andere sportieve uitdagingen, bijvoorbeeld mountainbiken of gewoon fietsen. Het is mogelijk al wandelend urenlang te zwerven in de grote bossen. Door de uitgestrektheid zult u weinig tegenliggers ontmoeten. Voor natuurliefhebbers is de Morvan een heerlijk oord. Door de kleinschalige landbouw hebben de flora en fauna zich goed kunnen handhaven. Het is mogelijk allerlei soorten vogels, vlinders en bloemen te ontdekken. In de Morvan vindt u ook een aantal interessante steden. Misschien is het beter te spreken van stadjes. Avallon, Vézelay, Saulieu en Autun hebben een authentieke sfeer die aan lang vervlogen tijden doet denken. De basiliek Sainte-Madeleine van Vézelay ligt op een pelgrimsweg naar het Noord-Spaanse Compostela. In Autun zijn diverse monumenten uit de Romeinse tijd te vinden, zoals het amfitheater. De kathedraal de Saint-Lazare is een bezoek meer dan waard. Het is heerlijk om op woensdag of op vrijdag rond te dwalen in de oude markthallen waar de boeren uit de omgeving hun waren verkopen. In vrijwel alle dorpen wordt eens per jaar de grote brocante gehouden. In Ouroux en Morvan, een dorpje vlak naast Montpensier, waar u bij de boulangerie elke morgen uw verse stokbrood kunt kopen, vult het hele stadje zich op de jaarlijkse brocante dag met kraampjes. Hier kunt u snuffelen in de spullen uit Cranmer's tijd. En afdingen mag. Wilt u die echte Franse sfeer binnenkort ook zelf eens proeven? Kijk dan voor meer informatie en beschikbaarheid van onze vakantiewoning op bakkerswoning.nl.